Deze man heeft de dood van 15 backpackers, onder wie 2 Nederlanders, op zijn geweten. The male person's name is Robert Paul Long, L-O-N-G. 20 jaar geleden stak hij een hostel in Australië in brand. Nu dreigt hij vrij te komen. Nabestaanden en overlevenden komen in actie, want dit mag nooit meer gebeuren, vinden zij. Het is midden in de nacht. In het Childers Backpackers Hostel in het Australische Queensland liggen tientallen jonge mensen te slapen als rook en vlammen het houten gebouw vullen. Het lukt een aantal te ontsnappen. Maar 's ochtends wordt al duidelijk dat veel backpackers als ratten in de val zaten. Absolute desolation is to be seen inside those four walls. Brandweerlieden treffen binnen 15 lichamen aan. Die middag krijgen nabestaanden, ook in Nederland, het verschrikkelijke nieuws te horen. De 23-jarige Jolie en ook de 22-jarige Sebastian hebben de brand niet overleefd. Er is meteen een verdachte in beeld. This is the person that we are seeking to assist us with our investigations into the fire at the Backpackers Hostel here at Childers 2 nights ago. Robert Paul Long was een van de gasten in het hostel en zou de brand hebben gesticht uit wraak, omdat hij vanwege een betalingsachterstand op straat was gezet. Meteen daarna slaat hij op de vlucht. Na een klopjacht in het bos vindt de politie hem 5 dagen later. Hij steekt een agent met een mes, wordt vervolgens neergeschoten en daar bekent hij ter plekke de brand te hebben aangestoken. You just called out my name. And you know wherever I am, I'll come running. We all are having a hard time coping with the situation. What's not over yet? This will take a long time, space and help of others. When the spring, summer or fall. Robert Paul Long krijgt levenslang, maar kan nu na 20 jaar voorwaardelijk vrijkomen. Onacceptabel vinden nabestaanden en overlevenden. En dus nemen zij nu een advocaat in de arm, om ervoor te zorgen dat de man die deze backpackers ombracht zo lang mogelijk achter slot en grendel blijft. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.